Hallo allemaal. Vandaag wil ik de vraag beantwoorden of kleuters een tweede taal kunnen leren met behulp van een robot. Maar voordat ik deze ga beantwoorden, wil ik jullie vertellen over mijn ideale toekomstbeeld. Want in mijn ideale toekomst heeft iedere groep, iedere klas een robot. Het kunnen ook meerdere robots zijn, maar in ieder geval één robot. En die robot is daar om kinderen te helpen. Nu is het goed om te weten dat ik nog steeds zie dat er een juf of meester voor een groep staat, maar dat die robot daar is om kinderen te helpen. Want soms zijn de kinderen in een klas die wat meer moeite hebben met de stof, of juist voor uitlopen op andere kinderen. En dan kan de juf of meester zeggen, nou Pietje, ga jij even met de robot aan de slag, 1 op 1, en ga jij even oefenen met de stof, of juist wat extra stof leren. En op die manier kan de robot als hulpmiddel ingezet worden voor een juf of meester in een klas. Dat is mijn ideale toekomstbeeld. Mijn naam is Mirjam de Haas en ik ben promovende aan de Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie afdeling van Tilburg Universiteit. En ik doe onderzoek naar een klein onderdeel van mijn ideale toekomstbeeld. Afgelopen jaren heb ik binnen het LTutor project gewerkt. En het LTutor project was een project wat keek of kinderen een tweede taal kunnen leren met behulp van een robot. En we keken specifiek in Nederland naar 2 verschillende groepen. We keken naar immigrantkinderen die Nederlands gingen leren. En de andere groep waar we naar keken waren Nederlandse kinderen die Engels leren. En waarom keken we naar die 2 groepen? Nou, je kan je voorstellen dat in die klas, in mijn ideale toekomstbeeld, er ook buitenlandse kindjes zijn. En buitenlandse kindjes kunnen vaak nog geen Nederlands als ze verhuizen naar Nederland. Dus dan is die robot daar die dan samen met die kinderen aan de slag kunnen gaan om Nederlands te leren. Daarnaast wordt de wereld ook steeds internationaler en wordt de taal Engels steeds belangrijker in onze samenleving. En daarom kan die robot ook daarbij helpen om kinderen met kinderen de Engelse taal te oefenen. Dus in mijn onderzoek keek ik voornamelijk naar Nederlandse kinderen die Engels aan het leren waren. Dus die 2e groep, dus echt naar Nederlandse kinderen. Nou, typisch zagen onze experimenten er zo uit. We hebben een heleboel experimenten gedaan, lange experimenten, korte experimenten, in Tilburg of in heel Nederland. Dus als een kind daar aan meegedaan heeft, hartstikke bedankt daarvoor natuurlijk. En typisch zagen onze experimenten er zo uit. De robot aan de ene kant en het kind aan de andere kant. En in het midden van die 2 zat een tablet. En zo zag het er dan in het echt uit. Dus inderdaad een kind voor een tablet, waarop het kind kon antwoorden, dus gewoon antwoorden op de tablet. En de robot zat ernaast om hulp te bieden. En om jullie een voorbeeld te geven van wat er op die tablet te zien was, hoe de lessen eruit zagen, wil ik jullie 2 voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld is deze. Hierbij gingen de robot en kind naar de dierentuin toe. En in die dierentuin zaten dieren in kooien. En tijdens de les ontsnapten de dieren uit de kooien. En de kinderen moesten ze dan terugslepen naar de kooi. En terwijl ze dat slepen deden, leerden ze het Engelse woord voor slepen, wat dragging is. Daarnaast leerden ze ook andere woorden zoals more. Dus er zitten meer olifanten in de kooi dan apen. Op die manier leerden ze de Engelse woorden. Een ander voorbeeld wat ik jullie wil geven is de speeltuin. Dus in de speeltuin leerden kinderen woorden zoals glijden, sliding in het Engels, of gooien, throwing in het Engels. Dus dit zijn ook woorden die we op die manier konden leren aan kinderen en de robot hielp daarbij. Maar een vraag die we hadden was, wat is die rol eigenlijk van die robot? Helpt die robot eigenlijk bij het leren? Want de stof is op de tablet, dus kan die robot eigenlijk wel, doet die eigenlijk wel wat? Dus dat hebben we ook onderzocht. En inderdaad, we zagen eigenlijk dat de rol van de tablet misschien een beetje te groot was. Dus dat inderdaad het lesmateriaal wat op de tablet was, eigenlijk te veel, te interessant was. Kinderen leerden daarbij dus ook evenveel woordjes als ze met de robot dingen leerden, dan als ze alleen met de tablet aan de slag gingen. Ze leerden evenveel woordjes bij beide gevallen. En daarnaast hadden ze ook evenveel aandacht voor de tablet, als de robot erbij was, als zonder dat de robot erbij was. Dus als de robot er niet bij was. Dus zouden we dan moeten zeggen, als we terugkijken naar mijn ideale toekomstbeeld, van nou, laat die robot maar helemaal weg, laat hem maar verdwijnen en laten we het gewoon zo houden. Nou, ik zeg nee, we moeten nog steeds die robot hebben. Maar wat we eigenlijk moeten doen, is moeten nadenken over de rol van de robot.
Want als we eens goed kijken naar die robot, dan zie je dat hij armen heeft, benen heeft, een hoofd heeft. Dus hij kan veel meer dan een tablet, want hij kan zijn armen en zijn benen gebruiken om dingen uit te leggen. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Dus wat we hebben gekeken is naar die robot en we hebben hem iconische gebaren laten doen. Dus echt gebaren die echt een concept uitbeelden. Zoals bijvoorbeeld het woordje aap. Dus dat ziet er zo uit. We hadden bijvoorbeeld de robot die het woordje zoals aap uitbeelde. En tijdens dat de robot de woordjes uitbeelde, leerden kinderen het Engelse woord voor in dit geval aap. En inderdaad, kinderen leerden meer woorden met het woordje zoals aap, als de robot gebaren gebruikte, als dat hij niet gebruikte. Dus inderdaad, kinderen leerden meer als de robot het uitbeelde of niet. Een kleine kanttekening daarbij is wel dat het woord echt uitgebeeld moet kunnen worden. Dus aap is echt overduidelijk. Dit gebaar op het scherm is echt een aap. Dat is daar is geen discussie over mogelijk. Maar woorden zoals more bijvoorbeeld, dus meer in het Nederlands, dat is veel moeilijker uit te beelden met je armen en je hoofd en je lichaam. En dat soort woorden werden niet beter geleerd door kinderen als de robot gebaren gebruikte. Dus echt als het woord heel goed uit te beelden was, dan hielp het. Dus als we teruggaan naar mijn ideale toekomstbeeld, zeg ik, we moeten nog steeds die robot gebruiken, maar eigenlijk moeten we de robot meer gebruiken zoals hij in dit experiment. Dus hij moet inderdaad meer gebruikt worden dat hij zijn lichaam gebruikt, zijn armen gebruikt, zijn hoofd gebruikt om dingen aan kinderen uit te leggen. En dus niet met een tablet ervoor waarop de materialen staan. En daarmee wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust tijdens de discussie. Bedankt.